We zijn zo ontzettend blij met onze deur. Ja. En ik had de hele dag gewerkt en toen kwam ik erachter dat het allemaal voor niks is geweest. En toen dacht ik, wat is er nou leuker om samen met jullie te doen dan het maken van ons eigen brood? Ik wil niet ophouden. Meneer Moos, niet. Daar spelen! Hallo! En we werden al gelijk vrolijk, want... En dat past mooi bij onze vloer. Ja, precies. Ga je er nou mee zitten knuffelen? Kind in de snoepwinkel gewoon. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben in de tuin aan het genieten van het laatste beetje zomer dat we gaan krijgen. Ik heb begrepen dat het nu toch echt wel om gaat slaan. Het heeft vannacht onweer, niet normaal. En nu is het droog en het zonnetje schijnt nog. En het is eigenlijk best nog wel behoorlijk warm. René en mijn moeder die zitten eventjes in de voortuin te chillen. En Jessie ligt in bed. Dat geeft mij de gelegenheid om onze nieuwe tuinslang op te gaan hangen. Dat is deze unit. Je rolt helemaal zelf automatisch weer op als je hem uit hebt gerold. Gaat ook niet in de knoop als het goed is. En ik ga hem, ik denk toch maar boven het kraantje plaatsen, zeg maar. Daar zo. En daarvoor hoef ik eigenlijk maar 3 gaatjes te boren. En dan hangt hij al. Ze zijn trouwens ook bezig met het plaatsen van de stalen deur. Super blij mee. En als die klaar is, gaan we uiteraard ook laten zien. En ik heb een spiegeltje opgehangen. Ja. Het zijn wat kleinere klusjes vandaag. Ook omdat ik natuurlijk op woensdag altijd met Jessie ben. En ik dacht, kan Jessie niet in zijn eentje gewoon zeggen van... ga jij maar spelen in je kamer, dan gaat papa verder met de oprit bestraten. Dat is trouwens ook helemaal niet leuk. Ik vind het best wel vervelend dat ik de laatste tijd zo weinig echt met Jessie kan doen. Omdat ik dus de hele dag aan het klussen ben. Maar, dus nog even een jaartje doorbijten. En dan denk ik dat we in ieder geval de volgende zomer, voorjaar, gewoon lekker weer allerlei dingetjes kunnen gaan doen met z'n tweeën of met z'n drieën. En dat het nu gewoon even niet anders is. En als alles klaar is, dan kunnen we ook natuurlijk veel meer genieten met z'n allen van een mooie bestrate tuin en oprit en dat soort dingen. En dan lopen we niet de hele dag meer zand naar binnen. Dus ik ga nu gaatjes boren en de tuinslang ophangen. Kijk. Het is een relatief makkelijk klusje geweest. Super chill. En ik heb nu de tuinslang deels uitgerold. En hij ligt helemaal voor. Hoi! De tuinslang ligt helemaal voor. En ik heb nog... Een uur op voorzien van water. Precies. Dus we kunnen in ieder geval het hele huis rondom besproeien. Ook handig trouwens met als je ramen gaat wassen hier, mam. Ja. Is ook wel handig. Ja. Heel handig. Zo, Sergio die is weer bezig met de oprit. En hij heeft een nieuwe shine machine. Een snijmachine. Ja, ik wil de deur wel open doen, maar dan gaan de honden weg. Ja. Dit is geen eenhands ding, hè? Dit is echt de allergrootste slijptol van de hele wereld. Alright. Echt nog nooit zo grote gezien. Nou, dat is niet gelogen. Maar hou hem maar flink hoog voordat je de honden snijdt. Als jij... Ja, ik loop achter je aan. Nee, loopt. Nee, je hoeft niet eerst te oefenen. Nee, dat doe ik met jou toch al genoeg. Oh ja. Deze moet ik echt gewoon even op gang komen. Oké. Nou, ben voorzichtig. Ja, veiligheid voor alles. Behalve mijn bril. Zullen we kijken of we er in één keer doorheen kan? Ja, kijk. Yeah.
Mojo, ga weg. Je was even gone in the wind. Je zag jou gewoon niet meer. Kom je er niet doorheen? Net niet. Dat lijkt het op, maar... Nee, ik moet hem gewoon nog eventjes heen en weer bewegen. Ja, top. Mooi. Een mes door de zachte boter. Lekker. Heerlijk. Ja, dit gaat wel echt zoveel tijd schelen. Dat is heel mooi. Oké. Visite, visite. Kunnen we genieten? Ja, ik heb een kleine vlees. Ja, lekker. Zit jij nou alles op te eten? Maar ik heb nog geen drinken. Oh, ik ga heel goed voor jou. Ga ik doen. En we hebben nog geen lamp hangen. Nee. Oh, maar ik kan wel de. Kan wel de lamp wat feller zetten. Dat kan. Ja. We zijn zo ontzettend blij met onze deur. Ja. En ik vond het ook wel heel mooi. Ik dacht namelijk dat ze het frame maakten en dan daar allemaal ruitjes in zetten. Maar ze maken gewoon het frame. Ja. Zetten er een groot glas in en dan plakken ze de framepjes op. Ja. Ja, en we hadden nou ja, volgens hem een vrij ingewikkeld frame. Maar het design was, ja goed, het design was niet, zeg maar... Standaard. Standaard, dus je hebt framen dan drie balkjes. Maar wij hebben dus design. Zullen we het maar even laten zien dan? Let's do that. Hij staat nog eventjes open. Maar ik vind hem zo knijtervet. Doordat hij ook gewoon helemaal tot boven is. Beneden... Tot boven. Ja. Het maakt het gewoon wel weer echt weer een stukje meer af, hè. Nou, morgen komt Jay de haakjes halen. Heeft hij dat gezegd? Ja, oh. In de middag. Oh. En ik heb ondertussen wat frames besteld, want die wil ik dus daar in de hoek gaan plaatsen. Ja. Met wat posters die ik nog moet bestellen. En ik heb wat besteld voor in de logeerkamer. Wil jij hem misschien openmaken? Nou, ik had eigenlijk niet echt heel veel zin om er iets te doen. Omdat de oprit niet echt lekker ging vandaag. Tenminste, ik ging heel lekker en ik had de hele dag gewerkt. En toen kwam ik erachter dat het allemaal voor niks is geweest. Even batterijtje gewisseld, ja. Spui je frustratie, schat. Ja, ik denk dat het allemaal even een beetje te veel wordt. We zijn natuurlijk altijd knijterpositief, maar geen enkel mens is altijd alleen maar Enzo Knol. En ja, soms komen er dingen een beetje op je af. En ja, ik had dus een oprit gelegd en die liep een beetje af, liep helemaal schuin. En dat moet dus helemaal opnieuw. En als ik dan iets recht leg, ja, het is lastig uitleggen, maar dan wil dus zeggen dat er nog een heel ander deel ook opnieuw moet. En dan wil zeggen dat het bijna de hele oprit aan onze kant. En toen had ik er echt eventjes genoeg van. Ja, snap ik. Maar soms moet je er gewoon even afstand van nemen. En gewoon even zeggen, ik neem even rust. Ik ga even wat anders doen. Want je hebt al bijvoorbeeld heel leuk dat spiegeltje opgehangen. Ja. Ja, dat zijn vrij kleine dingetjes die toch het weer net even wat afmaken en misschien wat simpeler zijn. Ja. Maar goed, ik had dus ook een kast besteld voor Xenos. En dat valt Sergio alweer mee, want hij zit gewoon al in elkaar. Hij dacht dat hij weer iets in elkaar moest zetten. Maar er zit al een hele kast in. Ja, ik ben gewoon heel erg moe elke dag. Vanavond wil ik gewoon lekker op de bank zitten. Een beetje chillen met jou. Ja, ik word hier ook gewoon helemaal energiek en vrolijk van. Ja,
Als hij slaapt, slaapt hij. Ik kwam net en lag net erin. Toen lag hij eigenlijk nog al even. Toen zei hij dat hij dus eruit kwam. Toen stond hij hier op de overloop. Ze dus kwam hem over, zeg je. Hij zei, papa, moet je nog even wat zeggen? Ik zeg, wat wil je zeggen dan? Nou, dus toen moest hij nog gaan bedenken, want ik zei, laten we in bed komen toen. Ja, dus dat ik, ik wilde wel wat zeggen. Dat ik wel in de bed wilde knuffelen. Dus jij wilde even knuffelen. Ja. Moet ik helpen? Hé, hey, kijk dan. Oh, wat vet, joh. Even zere neus. Ja, ik zei al, ze heeft altijd wel mooie meubels. Ja, ik hou ervan. Kijk nou hoe vet. Heel gaaf. Daar ben ik echt super blij mee. Ja. Ja, dit vind ik echt heel cool. Voor op de logeerkamer. Volgende is als het goed een spiegel. Oh. En iets van een roosje, dacht ik dat ik nog besteld had. Maar ik weet het niet zeker. Een roosje? Ja, ik dacht die kan ik misschien zo klein afknippen dat ik die in mijn vaasje kan doen. Dat is een spiegel die er dan boven. Die we dan boven gaan halen. Oké, dat is een cadeautje. Blikjes? Ja, dat heb ik niet besteld. Oh. Is het? Zit er verder wel in wat ik heb besteld? Is het gewoon voor kinderdoos? Dat is, nou, ik ben benieuwd. Kunnen we even proberen? Hè? Ja. Er zit een gabbelton. Oh, ik dacht gewoon, daar kan ik een heel klein. Ik dacht, wit. Ik ben benieuwd. Die ga ik dan heel kort afknippen en dan hoop ik dat die in mijn vaasje past. Oh ja, die had ik ook nog besteld. Heel mooi. Ja. Nee. Wat leuk ze die bogen en dan die maatjes aan de zijkant. Heel mooi, schat. Echt heel gaaf. Echt smacking, zo jij. Echt heel gaaf. Tadaam. Kijk nou hoe leuk. Die komt niet hier, hè? Die komt boven in de logeerkamer. Wat hier op gewoon? Moet die hangen? Nee, hangen. Moet eerst doen. Ja. Maar dat hoeft niet nu. Ja, goedemorgen. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Ik laat de oprit heel even voor wat het is. En ik ga even een spiegeltje ophangen vandaag. En ik ga het schapenhek beter monteren, zodat hij gewoon goed blijft staan. Ook als er een heerlijke herfststorm over het land komt razen. Hoop ik tenminste. Dus dat gaan we doen. Hebben we de dag tijd over. Dan ga ik wat stenen slijpen. En dan ga ik toch nog een beetje met de oprit bezig zijn. Om te achterhalen waar dat nou precies uitloopt of inloopt. Of wat er niet helemaal goed gaat. Dus maar nu eerst het spiegeltje. Wat je hangt. Hé? Hoi. Ja, top. Het schaaphek. Het schaaphek hier staat er nu zo bij. Het begint ook een beetje te regenen, dus ik hoop dat ik nog op tijd ben. Ik heb dus dit soort oogjes. Die ga ik aan de zijkanten van de betonnen palen vastmaken. Ik zit alleen te twijfelen of dat de staalkabel nodig is, omdat er al een staalkabeltje tussen loopt. En ik eigenlijk daaraan ook zou moeten kunnen spannen. Dus we gaan even kijken of dat het werkt.
Kijk, ik heb nu twee gaatjes zo gemaakt, verticaal, en twee gaatjes horizontaal. Eigenlijk heeft elke verbinding vier gaatjes nodig. Maar ik vertrouw niet dat die palen dat 100% gaan houden. Dus ik heb nu zeg maar eentje verticaal en eentje horizontaal, eentje verticaal gedaan. In de hoop dat dat genoeg is. En dat ik niet al te veel van de stevigheid van de betonnen balk kapot ga maken. De verbinding is natuurlijk dus een concrete paaltje. Massief. En hoe meer je daarin gaat boren, hoe zwakker je de paal maakt. Dus ik hoop dat dit voldoende is. Zo, de haken die zitten erop. 1, 2. En aan de andere kant uiteraard ook 2. Nu ga ik even de tijdelijke stroomkabels die ik gegaan heb zitten en de bamboestokken verwijderen. Op maat knippen en dan vastzetten. En dan zou het hekje moeten staan. Het kost wat bloed, zweet en tranen, maar die kant zit vast. Nu de andere kant. En daar komen dus de spanhaken. Maar ik heb dan als het goed is een metertje of zo hek over, dus dat moet ik. Dat gaan we eraf knippen. Shit, ik was de camera vergeten. Hopelijk doet hij het nog. Ik denk het wel. Wat weer. Het weer is buiten inmiddels echt om te janken. Dus ik ben lekker naar binnen gegaan. En toen dacht ik, wat is er nou leuker om samen met jullie te doen dan het maken van ons eigen brood. Je huis ruikt er heel erg lekker van. En het is ook nog eens onwijs makkelijk. Dus ik heb 500 gram bloem, 350 milliliter water, 30 milliliter olie, 15 gram zout, ongeveer 20 gram suiker, dus gewoon 1 eetlepel, 6 gram gedroogde gist en 30 milliliter olie. Voor iedereen die al lid is, je krijgt het recept ook weer even uitgeschreven in de post. Ja, dat was het eigenlijk. We gaan het gewoon even stap voor stap maken. Het is echt onwijs makkelijk. Ik ga het laten zien. We hebben namelijk nog eventjes een extra schaaltje nodig. Wat gaan we doen? We hebben 50 milliliter water nodig. Om en de nabij. Daarin lossen we het gist op. Dus het gist gewoon even in het water. Een beetje ronddraaien. Het heeft toch alles een typische geur, dat gist. Ik weet niet waar je het mee kunt vergelijken, maar het is een beetje... Ja, een beetje muffig. Het ziet er dan zo uit. Beetje lastig, hè? Ja. Het is gewoon een plasje. Ja, modder lijkt het wel. Hier doen we dan suiker bij. Wederom goed roeren, oplossen. Als de suiker is opgelost, laten we dit eventjes 5 minuutjes rusten. Als je moet wachten, dan is elke minuut heel erg lang. Zo, die zetten we eventjes 5 minuutjes weg. Dan hebben we de overige 300 ml water. Daarin doen we de olie. En daarin doen we het zout. En dan zorgen we ervoor dat het zout ook oplost in het water en dat de olie lekker mengt. Vaak denken mensen dat broodbakken onwijs moeilijk is. Het is een beetje verwerkelijk en je moet je echt wel goed houden aan de verhoudingen. Want brood kan wel snel mislukken. Dat heb ik zelf aan het lijf ondervonden. Maar als je eenmaal de smaak een beetje te pakken hebt, is het echt wel erg leuk. Overigens, het water niet te koud. Gewoon een beetje kamertemperatuur. Zo.
Ondertussen neem ik even een slokje. We hebben tenslotte 5 minuten. Zo, het gistgoedje heeft lekker staan rusten. Roer nog even een keer lekker rond, zodat ook alles van de bodem eraf is. Ja, is helemaal eraf. Gooi hem in de kom. Vervolgens doe je het mixwater van het zout en olie in de kom. Alles mag erbij. Kom erbij, kom erbij. Alle bloem mag erin. Ik doe de rozemarijn erbij. Nu is het belangrijk dat het snel, want het brood hoeft niet heel lang in de molen te zitten. Dus het mag snel op de hoogste stand door elkaar. Dan is het net alsof er een vliegtuig opstijgt. Ik heb ook geen schil op kracht meer, dus ik doe mijn handen er even voor. Het ziet er nu al zo uit. Ik doe hem nog even dicht, dat gaat niet met één hand. Op relatief hoge stand, 1 minuutje mengen. Zo, even kijken. Even de zijkanten schraven. Zo ziet de deeg er na 1 minuutje ongeveer uit. Hoge stand. En dan nu zetten we hem nog aan. 5 minuutjes op de lage stand. En dan kunnen we weer koffie drinken. We willen even naar het toilet. Even een vakantie boeken. Zo. Schitterend deegje. Kijk. Het is lekker plakkerig. Blijft niet aan mijn vinger plakken, tenminste. Natuurlijk wel een beetje, maar niet heel erg. Dit maak ik helemaal schoon. Het geheel eventjes afdekken met, het makkelijkste is plastic folie. Die heb ik alleen nog niet. Dus ik doe het even met een diepvrieszakje. Je kan hem ook afdekken met een theedoek. Even vochtig maken, zodat hij in ieder geval luchtdicht afsluit. En dan kun je hem in de oven zetten. Zet nog niet je oven aan uiteraard. Let erop, je deeg moet verdubbelen in volume. En daarna kunnen we er vormpjes van maken. Of als je hem al in een bakblik hebt zitten, dan kun je hem gewoon eruit halen. Je oven voorvormen. Maar dat gaan we straks doen. Zoals je kunt zien, heeft de deeg een aantal uur gereisd. Het is behoorlijk toegenomen in volume. Dat doe ik zelf altijd als trucje een beetje water erop, zodat het niet meer blijft plakken aan mijn handen. Zo. Deeg eruit. En dan kunnen we hem dus even kijken, kunnen we er ook nog een beetje olie op. Plakt hij helemaal niet meer. Dit is gewoon een beetje knoflookolie. Die heb ik zelf gemaakt. Je kan van alles gebruiken. Nou, het is dus heel belangrijk dat je het deeg niet te veel gaat kapot drukken. Omdat het natuurlijk heel veel zijn best heeft gedaan. Heel erg zijn best heeft gedaan om heel luchtig te worden. Dus je doet heel voorzichtig een beetje omklappen. Nee, nou, uiteindelijk kun je er dus een mooie vorm aan geven.
Ik maak er gewoon een baguette van. Als je hem dus een beetje naar binnen vouwt elke keer, dan wordt hij vanzelf wat plakkeriger. Hoort er allemaal bij. Zo. Zorg dat hij mooi dicht is. Dan was ik nog heel even mijn handen. Wat mooie maaszaadjes bovenop. Dan bestrijken we hem met wat bloem. Dan kunnen we hem namelijk oppakken zo meteen. Dan heb ik hier een mooi bakpapiertje klaar liggen. Doe even met een... Ik doe het met een kaasschaaf, maar je kan het met alles doen, zolang je maar lekker plat is, dat je hem in ieder geval onder kunt. Zo. Nou, wil je het helemaal mooi doen, pak je een mesje. Maak je een paar mooie sneden erin. Dan krijg je van die lekkere krokante stukjes bovenop. Nou, net echt toch? Ik heb de oven voorverwarmd op 180 graden. Ik denk een half uur, drie kwartier in de oven. En dan is die, als het goed is, lekker klaar. Luchtig. Opgeblazen en wel. Af en toe even checken, maar nu is het even wachten. Hij is klaar! Papa! Het ruikt echt heerlijk in huis. Ik heb hem eventjes omgedraaid. Papa! Omdat mijn... Papa, mag nog iets? Eén seconde. Omdat mijn steen nog niet helemaal warm was, was die aan de onderkant nog niet mooi gekleurd. Dus ik heb hem eventjes omgedraaid. Uiteindelijk heeft hij ruim een uur in de oven gezeten. Alleen is dat bij iedereen net wat anders. Dus tussendoor goed checken, even omdraaien. Ruikt lekker, hè? Mag ik dit? Ja. Hey, Jessie, ruikt lekker, hè? Ik heb zelf brood gemaakt. Maar hij is een beetje hard. Ja, hij is wel lekker hard. Met zijn kruimels op. Ik wil hem niet overhouden. Nou, we laten hem eventjes op zijn kop liggen. Omdat vocht gaat omhoog en zo blijft hij mooi hard en kan de vocht en de warmte eraf. En dit was het einde van mijn kookgedeelte in deze vlog. Vond je dit nou leuk, laat dan een leuk berichtje achter. Heb je zelf al iets leuks gebakken met iets anders, andere meel? Of het kan natuurlijk met volkorenmeel of met amandelmeel zijn 101 recepten. Laat dan jouw favoriete recepten achter in de comments en misschien maken we die wel de volgende keer. Mijn moppie is thuis en het is toch echt tijd dat de roze bank naar boven gaat. Dus die gaan we eventjes naar boven tillen. En ben je er klaar voor, schat? Sta je goed of wil je niet even wachten? Leeuw. Nee joh. Nee. Nou, waar staan ze? Waar zou ik de camera zetten? Ja, ik denk dat we die even moeten laten staan. Wacht even. Ik weet niet welke handen deze bij mijn arm. Shuffle. Oeh. Daar spelen! Hallo! Daar spelen! Voor jou. Wauw! Ja. Dankjewel! Nee. Hebben jullie die aangenomen voor ons? Nee. Wauw, dat is echt een hele gave, mooie bosbloemen, zeg. Die past ook wel weer perfect in het huis. Nee, dat is al. Eens even kijken van wie dit is. Veel liefs.
Oh ja? Lieve René, wat het ontzettend fijn bericht voor jullie drietjes. Liefst Adriaan en Anneke. Oh, dat is heel lief. En het zijn echt... Dit vind ik ook echt een super mooie bos met bloemen. Heel erg gaaf. Maar goed dat ik mooie nieuwe vazen heb gekocht. Ja, echt hè? Nou, we zijn nu bezig om de logeerkamer een beetje iets meer af te maken en gezelliger. Is het boeddha-beeldje te zwaar misschien? Ja, heel leuk. Hè, met een mooie kastje erbij. Ja, heb je heel mooi uitgezocht allemaal. Thank you. Trots on you, baby. Waar zitten we dan? Goedenavond, wij zitten op de bank van Andrea. Het bankje staat boven. Ja. Het staat echt geweldig hier op de zolder. Ja, we zijn heel blij. Dit is echt het begin van hoe de zolder uiteindelijk moet gaan worden. We gaan nog een leuk deurtje hierachter doen. Ja. En we hebben natuurlijk een leuke geblokte vloer. En dit wordt onze bank waarin we wat meer dingetjes zullen gaan opnemen, denk ik. Ja, dat is de bedoeling inderdaad. Ja. Een beetje item-achtige dingetjes. Ja. En dat kan echt van alles zijn. Ja, maar misschien ook wel live-sessies. Ja, live-sessies, muziek, zingen. Ja. Ja. Ik heb er echt zin in. Ik word er echt vrolijk van. Ja. Een beetje... Een paar zwaarmoedige dagen achter de rug. Ja. En hier ook vrolijk van. We hebben natuurlijk al een tijdje terug van die softlampen gekocht voor de studio. En die staan er nu. En we zitten in een mooi licht op een mooi bankje met een mooie vrouw. Ja, daar word ik vrolijk van. Nou, dankjewel. Daar word ik vrolijk van. En waar we ook vrolijk van worden. Nou, laten we eerlijk zeggen, waar we minder vrolijk van werden in eerste instantie. Ja. Is dat nu alles een beetje geïmproviseerd is. Serter die heeft een bureau gemaakt, ja. Althans een plank, waar de... Nou, dat is gewoon een bureau, met poten en alles. Zeker, dat wel, maar het is van het oude hout en het is allemaal, het is gewoon wat je zegt, geïmproviseerd. Computer erop, we zitten op de oude stokkenstoel van Jesse Silver. Jesse Silver, en Serter heeft altijd last van zijn rug als hij daarachter zit. Last van mijn rug, joh, echt. Dat gaat echt steken en alles op en eraan. Ja. Dus, en toen, soms lacht het leven je ontzettend toe en krijg je iets toegeworpen waar we heel erg vrolijk van werden. Want we waren op zoek naar een bureau en een bureaustoel. Ja. En wat wilde toeval, we kregen een mailtje van een bedrijf en die wilde met ons samenwerken. En die zeiden van, hebben jullie toevallig nog een bureau en een bureaustoel nodig? En het volmondige ja. Dus daar werden wij ontzettend vrolijk van. Het is van de Flexispot. Ze zijn in Nederland nog niet zo bekend, maar ze hebben al meer dan 15 internationale magazijnen. 100.000 tevreden klanten. Meer dan, ja. 60.000 bezoekers per maand op hun website. En ze zijn voornamelijk gericht op het ergonomische onderhoud van de werkende mens op kantoor. Dus, de gezondheid en het welzijn van de mens terwijl ze aan het werk zijn. Ja. En wij zitten er graag ook een beetje comfortabel bij als wij al onze vlogs aan het editen zijn voor jullie. Ja, mijn rug is, schouders is gewoon een wat zwakker punt. Ik heb daar snel last van. Jij met je heup. Dus dat is ook niet verkeerd om een goede bureaustoel te hebben. Ik heb scoliose en spondylolyse. Gezondheid. Ja, je zal het maar hebben, toch? En dus niet genoeg. Nee, dus we waren echt super blij dat we een mooie bureaustoel en een bureau mochten uitkiezen. Dus we gaan die aan jullie laten zien. Die gaan we nu in elkaar zetten ook nog. Ja. Het bureau is ook verstelbaar, dus je kan hem op hoogte zetten. Ja. Ik heb gekozen voor een wit onderstel met een zwart blad. Ik dacht net andersom, maar op de doos staat black, dus misschien is het toch andersom. Dus we gaan ze lekker uitpakken en in elkaar zetten. Helemaal goed. Of ik ga ze in elkaar zetten. En ik ga kijken. Ja, kijken. Nou, de eerste poot is uitgepakt. En hij is dus wit. En we werden al gelijk vrolijk, want... Zeg het maar, schatje.
Ja, volgens mij is het een elektrisch verstelbaar bureau. Ik dacht, is er eentje met een wieltje, maar... Holy moly. Ja, dat is gewoon echt super fijn. Ja, het is echt super dik. Ik hoop wel dat er ook Nederlandse beschrijving is, want Duits is niet... mijn strongeste... strichtigste schoonzorgswijze. Zo, de eerste unit staat erop. Ja, dat is niet helemaal. Deze baby's die zijn al een kilootje of 5, 6. Misschien wel zwaarder. En dat is dus. Dat zijn de elektrische poten. Ik ben echt perplex. Dat is echt zo gaaf, hè? Zo, nou. Dit is dus, dit zijn de poten, dus deze gaan we dadelijk omdraaien. En nu is het tijd voor het plat. Ja, leuk is gewoon dat we wit en zwart hebben gekozen en dat past mooi bij onze vloer. Ja, precies. Oeh, kijk nou. Zo'n mooie ronding, dat je er zo tussen kan schuiven. Holy guacamole. Echt. Zo gaaf. Zo, wat dat. En lekker groot. Heel mooi. Mooie afronding aan de zijkant. Ja. Echt heel mooi. Hè? Ja. Zo, nou, we hebben even de keyboard, het keyboard verplaatst naar daar. Ja. We hebben besloten dat we hier heel onze muziekspullen en alles van de grond af gaan zetten en daarboven. En de computer komt hier te staan. Zo, die gaat hem nu voor het eerst aanzetten. We kunnen dus gewoon ieder onze eigen hoogte instellen. Oh. Wow. Oh my god. Het gaat wel heel soepeltjes ook, hè? Of niet? Crazy. En je kan er ook nog waarschijnlijk een staand ding van maken. Ja, een staandbureau. Hoe hoog kan die? Wauw. Ga je er nou mee zitten knuffelen? Kind in de snoepwinkel gewoon. Ja, dit is wel heel dik. Zit er niet een spinblader in? Ja, dit is... Dit is echt de shit. Oh man. Heerlijk. Krankzinnig vet dit. Zo gaaf. Nou, kom maar op met die stoel. De bureaustoel, ja. Zo, ik heb even de stoel uitgepakt. Ook geen klein stoeltje, moet ik zeggen. Denk ik wel dat ik hier iets sneller klaar mee ben dan met het bureau. Ja. Gaat het, schat? Wat ben je aan het doen? Een cadeautje aan het doen. Weer een kerstelf. Een hele vroege kerstelf. En een verjaardagself. Zo. Die is ook klaar. Dat zit wel lekker hoor. Hè? Ja? En er heeft hier ook gewoon een rolling die ik al standaard in mijn rug heb zitten. En die neemt hij even over. En er zit ook zo'n... zo'n rugding. Ik ga eventjes naar mijn werkplaats. Ik zet even nog wat extra licht op je. Shine on me, baby. Shine on you. With low battery. Top, hè? Ja, ik ben echt mega blij hiermee. Mega blij. Mega. Ik ben mega blij. Hul. Ik ga er even bij liggen. Kijk dat er eens even mooi bij staan.
stoeltje, bureau, goede hoogte, de computer erop, muziek, selfie lamp, nootjes, daar zo. En daar zit René, die even lekker nostalgisch aan het doen is. Die kwam een oude doos tegen. Nou, de doos is niet zo oud, maar de inhoud wel. Huh? Nou, tjonge. Allemaal prijzen. Gewoon muziek. Allemaal leuke dingetjes uit je jeugd. En mijn dansen. Maar ik ga nu aan doen en we hebben de foto's nog. Dankjewel. Nou, flexispot.nl, wil jij nog een mooi bureau of een bureaustoel? Ga dan snel kijken. Wij zijn er heel blij mee in ieder geval. Ja, ik heb er geen woorden voor gewoon. Ik ben super, 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 mega, mega, mega blij. Vond je dit een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. En dan lezen wij heel graag weer jouw comments. En zien we heel graag bij de volgende video. Ciao. Fijne avond nog. Ciao, 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 ciao.